rode jack heeft het allemaal op zijn geweten. Dat is Thierry Sabine bij het ontbijt van de vierde etappe. Sabine is de uitvinder van Parijs-Dakar. Een rally waarin, we weten het allemaal, Jan de Roy al vele successen heeft geoogst. De opkomende zon belicht de karavaan van wie hier aan de start zijn. Deiro en Destaya, Hansen met een Porsche. En de familie Teisterman. Gaat het tot nog toe? Tot nog toe goed. Maar we hebben nog niet al gedaan natuurlijk. Een stukje autoweg, of misschien een stukje gewoon asfalt, dat gaat wel. Vandaag niet gebeuren, althans in het begin. Nou, vandaag zit het begin van een special zit erin. 200 zoveel kilometer, dus dat zal wel meevallen. Het schijnt wel een tamelijk slecht stuk te zijn. Maar we zien wel. En Mieke Teisterman kijkt nog eens in het boek waarin het inderdaad staat. Het gebied is rotsachtig, de pistes zijn ruw en slecht onderhouden. De meeste plekken zijn voor alle verkeer gesloten. En de verdere kenmerken, slechte markeringen, een slijtageslag voor het materiaal. Nou, dat zat de Teistermannen dus allemaal te wachten. Maar hen niet alleen. Dit is Jackie X met zijn ploeggenoot Brasseur in een Porsche, al een winnaar van Parijs-Dakar. En nog maar eens naar wat Nederlanders kijken. Zoals bijvoorbeeld Van Eyck en Doeswijk in een Daihatsu. Ze komen hier aan de start, ze worden gecontroleerd en ze gaan op pad. Voor een etappe die in totaal zo'n 500 kilometer zal bedragen met 350 kilometer echt slecht. Moritz Edenbaas gaan ook op weg. Moritz Edenbaas die eveneens in een Daihatsu rijden. Hier staan ze. Naam spreekt uiteraard voor zichzelf. Laten we de nog overgebleven deelnemers, en het is nog niet eens het allerzwaarst geweest, eens even op hun pad, op hun tweede pad volgen. En dan zien dat ze in ieder geval met het parcours de grootste moeite hebben, maar niet uit het gezicht verdwijnen, want vanuit de lucht vooral zijn ook vele spiedende ogen op hen gericht. Je moet er dus wel heel erg in slagen om verkeerd te rijden, wil je aan de bewaking ontsnappen. Een bewaking die soms dubbel op is, zoals hier met een vliegtuig van de organisatie en op de achtergrond een helikopter. Ja, van alles doet er mee aan Parijs-Dakar. Automobielen in alle soorten en maten en motorrijders genoeg. Zoals bijvoorbeeld Mercandelli uit Italië op zijn Yamaha, die hier het rijtje van drie sluit. En de wagens zijn natuurlijk over het algemeen wel aangepast. Het zijn speciale type automobielen, zoals deze Rover, waarvan er ook een heleboel rondrijden. Gabro, Pipa waren dat, de Fransen. En laten we maar eens kijken hoe het met de Porsche gaat van X en Brasseur juist. Ze komen in ieder geval nog in goede staat voorbij. En dan kun je ook zeggen van Anne Kies, de Nederlandse motorrijder op KTM. De man met 116 passeert hier de Fransman Alain Laurent. Ach, hier is nog wel te rijden. Het is in de komende dagen in de Sahara moeilijk, maar niet onoverkomelijk. Volgens de insiders, het wordt allemaal nog veel slechter. Je kunt het je nauwelijks voorstellen. Opnieuw bewaking en dan eventjes laten zien dat Strooyer en Schnieders nog een rijke toekomst wacht in dit werk. Hier komt een bekende aan. Slippend en wel. Laten we eens vragen wat hem in die tussentijd allemaal is overkomen, sinds we hem bij de start eventjes loslieten. Het probleem is, er waren fout gereden, Woestijn, met een hele ploeg, met Rayet en Aureol en alles. Het reken lekker voor, want die kon ik niet meer volgen, dus stond ik in mijn eentje die woestijn. Dus ik schrik je wel even, maar voor de rest kon ik met een ander mee pikken. Toen ging mijn achterband ook nog lekker. Ik heb één keer gemaakt. Ja, toen waren we op binnenband op. Dan rijd ik 100 kilometer al zo. Dus je schiet aardig op. Nee, inderdaad. Zo makkelijk schiet je niet op met lege en half lege banden. En dat geldt ook voor Erik Aribo bijvoorbeeld op zijn Yamaha. Want Gerard Rond is niet de enige hoor die met dit soort moeilijkheden kampt. Moeilijkheden, dat geldt niet voor Jan de Roy, want die rijdt nog comfortabel in zijn geweldige DAF dwars door de woestijn heen, zonder noemenswaardige moeilijkheden. Ja, moeilijkheden kun je genoeg krijgen. Laten we ons maar eens eventjes een trieste blik wijden aan deze heer.
die heeft het heel wat zwaarder dan de man die nu nummer 13 staat in het algemeen klassement en hoge ogen gaat gooien. Hier komt hij. Het enige nadeel was er vandaag bij dat het heel moeilijk navigeren was. Omdat er dus twee of drie keer op de pas gereden moest worden. En daar zijn dus heel veel jongens fout ingegaan. Ik zelf ook trouwens hoor, ik ben een 20 kilometer omgereden. Dus vandaag was het eigenlijk dubbelop. Navigatie was moeilijk. Plus de stenen pisten eigenlijk, zeg maar. Maar dat is in ieder geval algemeen Algerije bekend. De komende drie dagen blijven het zo'n beetje wat het vandaag geweest is. Hij staat op dit moment nog op de eerste plaats. En laten we hopen dat het zo blijft. Deze grote Jan de Rooij. Met de vrachtwagens dus op de eerste plek. 19e bij de motorrijders is Anne Kies.